Dus de musicaliteit is iets wat jullie ons hebben meegegeven. En daarom hebben we deze de serenade voor jullie georganiseerd door ons en vrienden. Het was weer een hele klus om iets toepasselijks en origineels te verzinnen, want we wilden wel jullie wel een weekend weggeven, maar daar hebben jullie allemaal geen tijd voor. En, dit is nu wel een herinnering die blijft. Een jaar of 30 ongeveer. Leerden jullie elkaar kennen en het was geen liefde op het eerste gezicht. Maar misschien liefdes kwamen jullie toch bij elkaar. En nou, kijk maar hier staan. Drie kinderen. Een hoop huis hier verder. Maar jullie hadden niet alleen liefde voor elkaar. Nee, de liefde die na jullie na elkaar komen, heet Kawaii en Jessie. Beide zijn sinds afgelopen jaren in jullie leven. En deze liefde delen jullie niet. Kawaii is de nieuwe vleugel waar papa elke avond ongeveer meer tijd aan besteedt dan aan mama zelf. Maar dit geldt ook voor mama, want mama besteedt veel meer tijd aan Jessie dan aan papa. Klopt ook wel een beetje, toch? Nee, is wel weer een grapje, hoor. Ja, zoals ik al zei, delen jullie deze liefde niet echt. Papa vindt Jessie maar een beetje lastig. Ze luistert niet. En het geldt ook voor mama en Kawaii, want ja, de Kawaii maakt ook ernstig met veel herrie. Maar ja, liefde gaat niet altijd over rozen. Maar het staat jullie gelukkig niet in de weg. En daarom zijn we vanavond bijeen met te vieren. We willen graag laten weten dat wij trots op jullie zijn. Ik mag gewoon een keer gezegd worden. En na 25 jaar ben je nog steeds gelukkig getrouwd. En kijk wat familie en vrienden hier allemaal is om het samen met jullie te vieren. Dat vinden wij heel fijn om te zien. Oké, we maken het niet te lang, want we mogen eigenlijk maar 5 minuten van jullie tijd in gebruik nemen. Maar we willen toch ook nog wel wat graag dingen aan jullie laten weten. Eén ding waar wij het niet helemaal over eens zijn, is de manier waarop jullie getrouwd zijn. Want jullie zijn dan nou wel 25 jaar bij elkaar, maar volgens mij ging het meer zo van, oh ja, zullen we maar eens een keer gaan trouwen? Dus, papa, je mag nu opnieuw een huwelijksaanzoek doen. Een mooie herinnering, maar we wilden ook iets tastbaars voor jullie aan jullie geven. Dus hier is het.